Nee, want we willen ook graag weten wat u ervan vindt. Hè. We kunnen hier wel de hele avond van alles over heen strooien. Maar we willen natuurlijk ook wel weten wat het publiek er zo van vindt. Over internetvrijheden, wat u belangrijk vindt, waarvan u denkt van nou... Ik zou zeggen, wie... ik zie daar al iemand staan. Hoi. Kom even hier staan. Ja, yes. Die kunnen mensen ook wel goed zien. Hoi. Ik zou graag iets willen toevoegen. Je hebt iets meegenomen, wat is dat? Dan blijft het allemaal duidelijk. Je hebt echt voorbereid, geweldig. Leuk, vertel. Ik wil graag toevoegen dat een blokkade niet alleen als mogelijkheid voor censuur gebruikt kan worden. Ja. Het kan ook een bijproduct zijn van het recht om digitaal te demonstreren. Digitaal demonstreren, ja. Dat moet je even uitleggen. Nou, kijk bijvoorbeeld naar de VVD, die had dat voorstel over dat zorgstelsel, et cetera, gepresenteerd. En je zag dat de mailboxen uitbelden van VVD'ers. Ze konden hun werk niet meer doen en eigenlijk treden zo een denial of service op in juridische termen. Okay. Nou, ik zou willen betogen dat die vorm van vrijheid van meningsuiting, wat kan resulteren in een blokkade onder bepaalde voorwaarden, moet worden toegestaan. En ik ben ook heel benieuwd hoe anderen in de zaal je tegenover staan. Dat is inderdaad een denial of service. Hè? Dat is een manier om even te zeggen, je gaat heel veel verkeer sturen naar één bepaalde website. Hè? Als bijvoorbeeld heel China in één keer op techtalk.nl klikt, dan ligt mijn site plat. Hè? Ja. Dat is even simpelweg gezegd. Maar je kunt dus ook met heel veel mensen afspreken. En dan gaan we met z'n allen naar techtalk.nl, want we willen hem plat leggen. Want wij vinden dat wat die Chris van het Hof op zijn site doet, dat vinden we niet kunnen. Dus dat is een manier van demonstreren bedoel je. Ja, stel jij zegt iets heel raars hier. Je zegt we zijn allemaal voor ACTA. En dan gaan allemaal mensen zeggen, Chris, dat is echt een heel slecht idee. Ja. Boe Chris, en we sturen jou 10.000, 20.000 e-mailtjes. En als gevolg daarvan crasht jouw mailserver. Juridisch gezien plegen wij een strafbaar feit. Ja? Een feit waar je bijna 5 jaar lang de gevangenis voor in kan gaan. Is dat zo? Ja. Maar hoe heet dat juridisch dan? Volgens mij artikel 135, strafrecht. Ja, nee, dat is, niet maar, in details treden, is dat maar, computervredebreuk of is dat baldadigheid, vandalisme? Je vertraagt zeg maar een geautomatiseerd informatiesysteem. En omdat jouw systeem dan uit de lucht gaat, plegen de mensen die dat doen een strafbaar feit. Ja. En die kunnen daarvoor worden vervolgd. Terwijl mijn stelling eigenlijk is, als ik met heel veel mensen tegelijk jouw mail van, joh Chris, dat ACTA, dat moeten we echt niet doen. Ja, dan is dat de vrijheid van meningsuiting. En een manier om te demonstreren dus. Ja. Hartstikke mooi. Wat vinden we daarvan? Inderdaad, denial of service. Oh kijk, daar hebben we Simon Hania van de vorige keer. Kom er maar even bij. Het lijkt me een buitengewoon slecht idee. Buitengewoon slecht idee. Omdat namelijk heel veel van dit soort sites, je bezorgt ook andere overlast. Wat je wil is een blokkade van de Albert Heijn en wat je doet is het hele winkelcentrum platleggen. Oké. Dus ik denk dat je het gewoon niet moet willen. Want dat is echt ontregelend. Dus als heel China naar techtalk.nl gaat kijken, dan gaan er dus ook andere .nl adressen ook plat. Daar kan ik wel een voorbeeldje van geven in de praktijk. Je had een tijdje geleden een rechtszaak tussen Greenpeace en Shell. Greenpeace was daar voor de poort gaan staan en die zei, die boringen op de Noordpool vinden we echt niet kunnen. De rechter heeft daarvan gezegd, omdat het binnen een beperkte tijd is, van tevoren duidelijk was wat de schade is, binnen die kaders moet het mogelijkheid kunnen zijn om op die manier je mening te uiten. En ik denk dus ook niet dat je een DDoS moet zien, zoals Anonymous, wekenlange site van de ING-bank of iets dergelijks platlegt, maar je moet het meer zien in een korte tijd, proportioneel, subsidieel, en dan zou ik het toch wel willen toestaan. En ook de intentie. Ja, uiteraard, het moet niet het doel zijn om te blokkeren. De kans is levensgroot dat je anderen ook lastig valt. En dat moet je niet doen. Het is gewoon asociaal eigenlijk. Ik vind het volstrekt asociaal, omdat in de praktijk juist dat soort sites, die zijn of hebben zich zo geregeld dat ze er geen last van hebben, omdat ze op een groot content delivery network staan, dan lukt het misschien veel succes, maar dan heb je ook anderen platgelegd. Ja. Dus nee. Dit is een soort Project X eigenlijk. Dit is, maar dan in de internetzin. Je kan hier internet niet echt goed vergelijken met de fysieke wereld. Ja. Niet. Ik vind het interessant. Dus in principe zegt absoluut u, als wij allemaal tegelijkertijd gaan mailen naar de VVD, jongens, doe dat nou alsjeblieft niet. Dan zegt u nou gewoon strafbaar stellen, dat mag niet dat we met z'n allen tegelijk gaan e-mailen. Dat moet geregeld zijn. Niet het feit dat je de VVD op dat moment mailt, maar het feit dat je ook anderen overlast bezorgt. Ja. Dat is het probleem. Okay. En dat kun jij niet, dat kun je niet van tevoren goed uitzoeken en weten. Dus het is niet zozeer het feit wat mij betreft dat je de VVD overlast bezorgt. Of dat je daar, of een andere politieke partij, of de Tweede Kamer. Het punt is dat je ook anderen met grote kans van slagen ontregelt. Oké, heren, punt is helder. We willen allemaal pauze. Je krijgt een boek, want jij was zo dapper om de eerste te zijn. Alsjeblieft, voorgeprogrammeerd. Dankjewel. Even applaus voor deze heren.